Door dit voorstel, voorzitter, worden twee vliegen in één klap geslagen. Onderhoud aan de twee velden van La Première, aan 130.000 euro, wordt niet gepleegd, maar in plaats daarvan wordt één kunstgrasveld aangelegd. Voorzitter, hiermee komt ruimte voor de aanleg van een rondbal en combiveld. Voorzitter, dit vergt een investering van ruim 8 ton. En na compensatie van BTW is dit bedrag globaal opgebouwd uit 3,5 ton voor een kunstgrasveld, 2,5 ton voor een honkbalveld, dit was eerder door de Raad gereserveerd, de heer Zielman refereerde daar ook al aan, en 1 ton voor de afkoop van de opstallen van de uitsmijters op het Maatveld. Wij zijn heel blij dat het na al die jaren eindelijk voor elkaar is gekomen. Ik ben vanuit het verleden ook nog betrokken geweest bij uitsmijters, dus ik kende de club gelukkig. Een van mijn kinderen, nu een volwassen kerel, heeft daar gehonkbald. Nu met voetbal en de constructieve wijze waarop we hebben kunnen samenwerken is echt geweldig geweest. Veel energie uitgehaald en ik denk ook in de komende 2 maanden, wat ook besproken is vanavond, dat dat goed voor elkaar komt. En het is bijzonder fijn ook dat de gemeente altijd heeft meegewerkt en opengestaan heeft voor ons. Want het is nu bijna 40-jarig durig dossier. En gelukkig dat dat voor uitsmijters zover is nu. En voor La Première dat we nu het kunstgrasveld krijgen, zodat de kinderen overdag ook door de week kunnen sporten. We hebben tot 2019 moeten wachten, maar het was het wachten waard. De gemeenteraad heeft unaniem besloten met uw verhuizing naar de Osserkoppelenhoek. Wat vond u van dit besluit? Nou, een fantastisch besluit. Vooral ook omdat het unaniem wordt genomen en is genomen door de gemeenteraad. Ook een historisch besluit. Want Uitsmijters 55 keert na pak en beet 50 jaar weer terug naar Almelo. Ik denk dat we heel veel kansen hebben op Osserkoppelenhoek. Vooral voor wat betreft de aanwas van jeugdleden. Wij zijn veel beter bereikbaar dan wanneer we op het Maatveld zouden honkballen. En we hebben ook een mooie kans om met La Première samen een mooi sportcomplex vorm te geven daar met mooie activiteiten voor zowel de honkbal als de voetbal. Als je kijkt naar de wijze waarop het bestuur van La Première en wij, ons bestuur van Uitsmijters 55, met elkaar hebben gesproken, dat was altijd heel constructief, vanuit een positieve houding en allebei erop gefocust dat voor beide verenigingen dit het beste besluit is. Kortom, een home run waarbij alle partijen tevreden kunnen zijn. Nou ja, die home run, daar blijven we over van mening verschillen, maar we zijn wel tevreden, dat kun je wel zeggen. Dank u wel. Graag gedaan.